Dan Kuksu, jullie winnen de thuiswedstrijd tegen Jong AZ met 1-0 door een goal in de laatste secondes, denk ik, van de eerste helft. Ja. Daarna is die ontlading bij jou heel erg groot. Ja. Kun je eens vertellen waarom? Ja, ik weet niet. Het liep een beetje moeizaam, denk ik, ook met het team. Kijk, we gaven niet echt veel kansen weg. Alleen ja, voetballend vond ik ons vandaag een beetje tegenvallen, eerlijk gezegd. En ja, persoonlijk, ik ben heel erg gretig voor een goal. Dat is zeker een verbeterpunt van me, denk ik. Ik moet meer goals gaan maken en daarvoor ben ik ook hier. Dus het was zeker een ontlading. Het is ook een mooie voorzet van Jasper. En met het hoofd. Dat doe ik ook niet vaak, denk ik. Dus dat waren gewoon de emoties in me. Ik ben een emotionele jongen ook. Dus ik ging het mooi vieren met z'n allen. Lekkere manier om de band te breken bij je nieuwe club, denk ik. Ja, zeker weten. Ik denk dat het ook wel lekker is als je zo de rust ingaat. En zoals je al zegt, na een minuut floot hij al af, denk ik. En dan gingen we met 1-0 naar binnen. En dan kan je toch weer lekker de tweede helft ingaan. Ja, het was een moeizaam wedstrijd, maar super blij met mijn goal en de overwinning. En zoals je al zegt, de eerste helft was het misschien van beide kanten moeizaam. Ja. In de tweede helft brandt die wedstrijd dan toch nog redelijk los. Wat heb je tegen elkaar gezegd in de rust? Ja, dat we er gewoon op moeten knallen eigenlijk. Op elke bal gewoon afjagen en de afspraken nakomen die we met de trainers hebben gemaakt. En dat hebben we proberen te doen, alleen weet ik niet zo goed of het echt goed uitpakte. Het Jong AZ is gewoon ook een goede voetballende ploeg, denk ik. Goede voetballers. Dus ging wel een beetje moeizaam, maar als je kijkt, ja, we hebben niet echt veel weggegeven. Ik denk dat wij de grotere kans hebben gehad, ook in de wedstrijd. Ja, dit is voetbal. Soms speel je minder, is de tegenstander beter, maar ja, dan weet je de wedstrijd alsnog. Dus, we zijn gewoon blij met de 3 punten en we gaan onszelf hoe dan ook verbeteren, denk ik. Voor de wedstrijd kunnen we dan misschien kort zijn qua spelbeeld. Je staat uiteindelijk wel na 4 wedstrijden op 12 punten. Ja, dat is toch heel mooi. Ja, ik ben hier gekomen natuurlijk om meer te gaan winnen. En vorig jaar heeft het team gewoon samen met de trainers ook een hele goede prestatie neergezet. En nu als je 12 punten hebt uit 4 wedstrijden, ja. Het geeft natuurlijk alleen maar motivatie, persoonlijk en ook voor het team natuurlijk. Dus het is zeker een goed gevoel. Ik ga lekker naar huis en goed slapen, denk ik. En door de week gaan we onszelf hopelijk verbeteren voor de volgende wedstrijd. Op naar NAC dan? Op naar NAC, ja. Mooie wedstrijd. Dankjewel.